Wat is het allerleukste dat jullie hebben gedaan tot nu toe? Nieuwe vrienden ontmoeten, dat sowieso. Ja, dat sowieso. Je ontmoet zoveel mensen van zoveel nieuwe plekken en zoveel andere leeftijden. Ik kom hier ook iemand uit Duitsland. Ja, klopt. Vertel eens even over hoe het is geweest in de bergen. Oh, dat was echt wel heel leuk. Ja, we hebben er echt heel veel activiteiten gedaan. Lasergamen. In het bos echt lasergamen, dat was echt leuk. Ja. Oh, en ook in evenwichtslijn boven de rivier zo gelopen. Ja, dat is wel eng. Ja. Zijn er dingen gebeurd die de reisleiding niet mag weten? Nou, we moesten zeg maar om 11 uur naar bed. Alleen we waren allemaal nog heel erg wakker en we wouden echt niet gaan slapen. Dus we gingen echt een groepsapp aanmaken om te ontsnappen. En in onder onze tent was zeg maar zo'n rits waar je doorheen kan kruipen. Ja, dus toen gingen we zeg maar allemaal appen en door dat luik in kruipen om te niezen. Alleen toen bleek er dus een camera in de boom te hangen. En toen kwam er een bewaker naar de reisleiding van ja, we hebben 4 meiden uit hun tent zien kruipen. En toen waren we echt niet zo blij mee. Oké, vandaag is er dus een beetje wind, wat dus top is, aangezien ze dus vandaag gaan windsurfen. Hierachter is de uitleg net. Courage over someone or something. What we should do, let get the sail down and avoid the crash, yes? We gaan windsurfen! Hoe ging dit? Ik wil heel snel! Ik wil heel snel! En jezus, ik had een tijd dat ik vloog. En dan proberen nog zwaai naar de droom, maar dat deed me ook niet op een goede momenten. Ik wil niet meer gaan staan. Hé, dit was dus echt te gek. Ja! Precies, maar waarom gaan jullie eigenlijk lekker? Lekker weer. Nou, daarvoor zijn we hier in Spanje, omdat we het super lekker weer hebben. Dit komt wel zeker in de buurt van je ideale vakantie. Echt? Waarom gaan jullie nog meer lekker? Wat ik net zag gewindsurfd heb. Sowieso, waarom ga jij lekker? Omdat we op vakantie zijn. We zijn in Barcelona geweest, Banava. Morgen komt de rode maan, bloedmaan. De eclipse. Die gaan we morgen sowieso even checken, want dat wordt echt iets heel bijzonders. Waarom hebben jullie eigenlijk gekozen voor dit kamp? Omdat er strand was en water. En de eerste paar dagen heel veel activiteiten waren. Dat. Nou, een beetje chillen en leuke dingen doen. Leuke activiteiten doen. Een beetje spannende dingen. Wat zei jij? Een beetje uit je tent sneaken. Een beetje uit je tent sneaken. Oké, maar eventjes. Wat hebben jullie tot nu toe gedaan waar de leiding niet achter mag komen? We zijn uit de tenten gesneakt, maar... Toen was een bewaker via bewakingscamera's had ons ontgesnapt. Ja. Jongen, ik vraag me steeds af vanuit van welke hoek dat gefilmd is, want ik ging daar echt niet goed uit in mijn rokje. Oh. Omdat dit dus een soort van ultieme combinatie is tussen actief en chill. Ja, dus inderdaad. Lekker eerste week een beetje actief en daarna lekker Wat is jouw ultieme vakantie? Omschrijf je eens even. Dit is nu mijn 5e of 6e jaar af in Kenia. Dat ik aan het reisleiden ben. En op mijn 16e ben ik meegeweest op surfkamp. Yeah. Ik heb zo'n toffe week gehad. Dat ik echt die ervaring en die week ook wil brengen op andere kinderen, jongeren. En daarom ben ik eigenlijk ook reisleider geworden. Amen. Dank je. Dank je. Gaan jullie lekker? Ja, wij gaan heerlijk. Kolen lekker, jongen. Wij gaan echt heerlijk. Volgens mij moet ik een interview, moet ik waarschijnlijk zo doen. Hoi. Hoi. Moeder, ja, wil je dat zien? Ik hou van mijn moeder en van mijn vader ook. Hey, moeder van Rens, gefeliciteerd met uw... 6 jaar vandaag. Hoe jong is ze geworden? Hoe jong is ze geworden? Hoe jong is ze geworden? Ze is 48. Ik heb mijn moeder vanochtend gekocht. Beste, hoe heet ze? Anita toch?
ik weet niet of ze het leuk vindt om te zeggen, dus ik hou haar naam privé, ja. Oké, moeder van Rens, gefeliciteerd met uw 48e verjaardag. En stijg zo op beeld, want ik weet niet. Schrijf even je ideale vakantie. Veel zon en zee en zo. Gewoon lekker uitgaan. Ja. Gezellig. Heel veel chillen. Ja. En lekker feesten en genieten. Doorgaan hier binnen dan wel hoor. Ja. Wat gebeurt hier nu dan? Ja, nu is het gewoon lekker dansen, maar straks zien we wel.